Jongens, er is iets raars aan de hand, want werd de Gears of War franchise herdoopt tot Gears? Is het nu opeens voor Gears of War? En wel Gears of War 4? Ja, het was zo raar. Het was Gears 4 even. Wie viel het op dat na die cinematic trailer dat het... Ja, dat stond zo Gears 4. Ik dacht ook zo van, we hebben het of war gedropt, maar er is wel weer oorlog terug in de franchise. Jazeker, want het is geen vreedsbesprekingen à la Star Trek. Het is gewoon Gears of War 4 en Tom is aan de slag gaan met de beta. De laatste Gears of War was Gears of War Judgment. Die was niet zo fraai. Nee, die was niet fraai. Xbox 360. En nu komen ze terug met Gears of War 4. En dat is wel weer de Coalition. Dit is de nieuwe ontwikkelaar. En de beta loopt nu. En dat is wel leuk, want ik en Koen kregen vervroegd toegang tot de Early Access Friends and Family Early Access ding van de beta. Dus we hadden al vroeg. Konden we erin duiken? Ja, vertel. Gaan we terug naar de roots met deze game? In zekere zin wel. Dus de beta is echt alleen maar de multiplayer dan dus wel. Dus 3 maps, 2 modes waarvan er maar eentje echt goed werd gespeeld. Dus dat is eigenlijk wel weer jammer. Maar het komt er wel op neer dat in die modi en in die potjes wordt meteen weer duidelijk. Het is weer een Gears of War game als vroeger. Gewoon in de hut, in hoe het speelt. En ja, voor de echte pro's kunnen we natuurlijk zeggen van het lijkt een beetje op deel 1, maar dan iets minder stroef. Dus zie de multiplayer als een combinatie tussen 1 en 3. Ben je daar blij mee? Want ja, ik weet niet zo goed wat jij daarvan van vindt dan. Want je kan zeggen van ik wil echt terug naar de roots, echt naar 1. Maar maar dan heb je natuurlijk de Ultimate Edition die je dan gaat spelen. Want dat is natuurlijk de HD Next Gen versie van gewoon deel 1. Maar het is in de multiplayer is het net zo gritty en moeizaam als 1, maar dan net iets minder stroef. Dus ik vind dat wel fijn, want het speelt wel lekker weg. Het is ook, er zitten een kleine aantal paar tweaks in, waardoor het dus niet helemaal hetzelfde is. En dat je als je een ervaren speler bent, moet je er wel weer even aan wennen. Dus ik vind het wel fijn, het voelt wel nieuw aan, maar voor een niet-kenner die ziet het en die denkt dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ja. Het is in de kleine tweaks is het een klein beetje anders. Wat is er verder nieuw? In de multiplayer is dus eigenlijk alleen Dodgeball is nieuw. Dus maar ja, die hebben we niet kunnen spelen, want niemand wou dat spelen. Het was uitgestorven in die lobby's. Dus jammer. Team Deathmatch, ja, dat was wel een beetje jammer. Ik was wel benieuwd naar die nieuwe modus. Er is een nieuw wapen, dat is de dropshot. Die is echt hilarisch vet. Die is echt, de execution is gaaf, hoe die gewoon aanvoelt. Het past echt heel goed bij Gears. Gewoon, je schiet een kogel en je kunt hem ergens weer laten droppen. Dus hij gaat op één niveau en op het moment dat jij de trigger loslaat, dropt hij en daar ploft hij. Dus je kunt hem heel kort, dat hij gewoon toep. Maar je kunt ook helemaal iemand bestoken door, als ze echt ver achterin... Ja, het is een soort van mega mortier, ja. Wat wel echt super gaaf is. En er zijn 2 nieuwe animaties. Je hebt natuurlijk, de game draait heel veel om die cover mechanics. Dat je achter cover gaat zitten en vanaf daar gaat schieten. Je kunt nu over de cover heen kicken. Zodat als iemand aan de andere kant staat, dat hij meteen gestunt is. Kun je hem neerschieten of je kunt hem finishen. En als iemand in cover tegenover jou zit, in cover. Dus echt tegen elkaar geplakt. Dan kun je elkaar naar de andere kant toe jenken. En dan kun je een mes door zijn kop heen jagen. Dat zijn dan van die hele kleine quicktime events. Het gebeurde niet zo heel veel, omdat volgens mij veel pro's nou in de beta zitten. En die zijn er niet aan gewend, dus die gebruiken het ook niet heel veel. En ik was er ook nog niet heel goed in, maar ja, je kunt gejankt worden en gewoon keihard aan de andere kant overhoop geschoten. Dus het past er wel bij. Dit wat je allemaal vertelt, de game wil zich een beetje als e-sport game. Ja, is dat wat de game wil? Nee, ik denk gewoon dat jij wil. Ik zou niet zeggen van nou, ik wil dat dit in de e-sport komt of zo. Van oh, we moeten hier met z'n allen naar kijken op Twitch. Nee. Is het daar leuk genoeg voor? Is het niet gewoon. Het is altijd al wel een game geweest die wel heel intens kan gaan. Als je echt met vrienden speelt of je speelt met een kleine quasi-clan of zo. Dan kun je wel heel competitief gaan. En dan kan het echt heel snoeihard eraan toe gaan. Ik weet niet of het echt van zichzelf een e-sports ding wil zijn, maar het is natuurlijk wel onder Xbox multiplayer mensen is het altijd wel een soort van ding waar je echt denkt van oké, nu is Fitty aan, weet je wel, we gaan Gears tegen elkaar spelen, nu gaan we echt hard op hard. Dus het is leuk om te kijken, het is leuk om competitief in te spelen. Ja, ze duiken zelf niet in op dat e-sports potentie. Dat is goed.
Nee, nee, dat is goed, want ja. heel veel uitgevers en ontwikkelaars proberen dat. Evolve, ja. Zelfs Call of Duty probeert het. In Europa lukt het niet echt. Nee, precies. Is Call of Duty groot hoor, ja. Maar in Europa lukt het niet echt om een e-sport van te maken. Dat is zo'n trend, dat ze dan allemaal zoiets hebben van, wij worden de nieuwe e-sport. Rainbow dan... Six Siege gebeurt het nu ook mee. Ja, het lukt ook niet, weet je. Of nog niet, weet je. Het wordt heel geforceerd geprobeerd. Nee. Oh, er is trouwens wel iets anders wat ze nog proberen en wat ook wel een beetje zo'n typische trend is. En dat zijn kaartjes. Ah. Ja, ze zijn er weer hoor. Ik vind, in Gears of War 4 heb je al een packaging opgenomen? Nee, want dat is dus het ding. Dat is, voor zover in de beta is het, kun je geen pakjes openen. Okay. Je krijgt ze gewoon een beetje random. Het zijn dan bounties. Dus je zet ze in voor een wedstrijd en als je dan een bepaalde doelstelling haalt, dus je bounty, dan krijg je dus een bonus aantal XP of een verdubbeling van je XP. Maar het voegt eigenlijk in de core gameplay helemaal niks toe. En ik werd er ook niet helemaal heet van. Ik dacht van, ik denk dat dit een goed potje wordt. Dus ik ga nou die kaart inzetten. Bovendien, als je de bounty niet haalt, dan krijg je de kaart ook gewoon weer terug. Dus er zit niet... Ja, dus je kunt gewoon net zo lang blijven spelen tot je die bounty wel haalt. Dus er zat ook niet echt een spelelement in. Okay. Het was gewoon zo van, iedereen doet kaartjes. Wij gooien ook kaartjes erin, weet je wel. Dus het is... Dan is het rec-systeem van Halo en de burn cards van Titanfall zijn beter uitgedacht dan dit. Het is gewoon, gooi ze erop en... Kijk maar wie ermee doet. Wat gaat deze game doen voor de Xbox One? Want weet je, er zijn heel veel mensen die hebben een Xbox 360 en overgestapt naar de PlayStation 4. Krijgen die nu spijt? Denk, daarom heb ik een Xbox 360. Gears natuurlijk. Ja, wel meer dan met Ultimate Edition. Ultimate Edition was gewoon een remake en dat was voor de Gears fans leuk dat ze weer even terug konden duiken in deel 1. Dit is iets vernieuwender en naar mijn idee ook wel iets toffer. Maar ja, je hebt natuurlijk nou een PlayStation 4 al gekocht. Je gaat genieten van Uncharted 4, denk ik. Drive Club, om maar een goede PlayStation 4 exclusive te noemen. Wat een nare burn. Ja, volgens mij een burn card. Ja, maar het is geen system seller. Ik denk, als je echt een Gears fan was, dan was je toch wel voor de Xbox One al gegaan. Dus dan koop je hem nu en dan ben je er nu helemaal hyped voor. Nou, dat vraagt me dus af. De laatste keer was Gears Judgment. Toen dachten ze, ik hoef dat niet. Ja, maar ik ga nu naar PlayStation. Ja, nu krijgen ze spijt. Ja, Judgment was natuurlijk wel door People Can Fly. Dus het ging uit Epic Games handen. Dit is ook een andere studio. Ja, en Ultimate Edition werd ook door dan de Coalition gedaan. En daarin hebben ze wel bewezen dat ze het wel weer kunnen. Maar het is beter dan Judgment, is er ook een nadeel? Zie je ook aan iets van dit is een andere ontwikkelaar? Want dit hebben ze toch wat minder. Nee, ze hebben die engine hebben ze helemaal overgenomen. De dropshot lijkt wel alsof je van Epic Games komt. En in gewoon het hele spel heb je gewoon echt het idee dat het wel echt Gears is en ademt. Maar ja, misschien dat de singleplayer minder is. Dat zouden we niet kunnen weten. Het was de multiplayer beta en die speelt gewoon enorm lekker. Oké, duidelijk. Oh, en ik heb AC Bongo's kapot gezaagd met mijn kettingzaag. Dat was vet. Dat is de community manager. Dat is de social marketing manager die altijd achter de schermen bij Xbox is. Dat is toch leuk dat je met zo'n exclusieve beta, dat je dan toch zo'n Xbox topman helemaal in elkaar kan zagen. Dat voelt toch... Dat was even mijn frustratie. Dit is voor Kinect! Ja, dat was even. Jij wil graag een Kinect feature in Gears. Ja, dit is waarom doe je het niet? Ja, precies. Ja, dit zou fantastisch zijn. Ja. Ja, dat is toch fijn dat je tegen die Xbox topmannen een keer kunt ponen. Nou, leuk. De beta, het was klein, het was kort, maar tot nu toe positief. Ja, en we gaan hem waarschijnlijk nog wel vaker spelen, want hij loopt tot eind van deze maand. Dus kom lekker meespelen met ons. Hij is eerst closed, daarna gaat hij open voor iedereen in het midden van de maand. Dus succes iedereen. En hopelijk zien we elkaar terug in de beta. Nee, volgens mij niet. Jammer. Beta draait alleen... Maar de game komt wel op PC. Ja, dat weet ik. Daarom vraag ik het. Nee, ik zeg het even tegen de kijker. Want er zit waarschijnlijk nou echt één zo'n PC-gamer zo te kijken van... als dit nou op PC zou komen. Dus die was blij toen dat net aan bod kwam. Ja, graag gedaan hoor. Alsjeblieft. Ja, zo zijn we.